Memphis. Ja, dat is toch heerlijk om naar te kijken. Vernuftig. Stenks moet zoiets ook kunnen. Denk je die om? Memphis aannemen, goed leggen. Promes, Estland volledig omsingeld. En de eerste goal van Jorginho Gini Wijnaldum. En dan gaat het hele elftal naar de kant, want nu gaat er iets gebeuren. Gaan jullie tijdens de wedstrijd nog een statement maken? Werd gevraagd gisteren aan Wijnaldum. Zei het was kort dag, we gaan erover praten. Samen één, samen oranje, dat is wel de uitstraling. Lekker vroeg doelpunt. Het is timing, hè? Dat is alles. Hij is natuurlijk lang niet de grootste daar in dat strafschopgebied, Wijnaldum. Hier even de knuisten in één. Hand in hand, kameraden dat idee. Goed, gretig. Wijnaldum Stenks, nu dan! Goede redding van die keeper. Memphis. En daar is de 2-0 van Nathan Ake. Is dat even mooi? Het is niet zijn eerste doelpunt als speler van Oranje. Het is al zijn tweede. In wat is al met al toch zijn 13e interland. Het is weer een kopbal. Dat kan hij dus. Dat doet hij ook voor Bournemouth wel. De minuut. Het wordt toch onderhand wel weer tijd voor een doelpunt. Kelvin Stenks, ga jij dat eens eventjes bereiden, dat doelpunt? Het is weer slow cooking. Het duurt even. De licht. Stenks. Van Arnold. Wijnaldum uithalen. Had er goed in gekund. Esten verloren nadat Nederland in Tallinn op bezoek was. Ook nog thuis van de Duitsers. 0-3. 0-0 nog gespeeld tegen Wit-Rusland. Nee, ze maken niet vaak een doelpunt. Estland. En als Estland met 2-0 achter staat, dan weten we wel vrijwel zeker dat het weer gaat verliezen. Maar je moet toch blijven proberen. En dat doet Sorga. Boadu in de ploeg. Luc de Jong is er ook nog. Die zal toch de oudste recht in de spits hebben. Boadu zal beginnen van de linkerkant. Ainsalu levert in. Promes. Kelvin Stenks. Stenks, nu is het moment. Redding van Lepmets. Het blijft natuurlijk eigenlijk naar ons zin veel te lang 2-0. Nou, Wijnaldum voor de 3-0. Dat is een cadeautje van Karel Metz. Tweede doelpunt van Wijnaldum vanavond. Assist eigenlijk nog van Kelvin Stenks, die de bal afpakte. Wijnaldum, Frenkie de Jong, die zal er straks afgaan. Boadu. Goed gedaan, Myron Boadu. Doelpunt wordt hem onthouden door de keeper, Sergej Lepmets. Stenks. Nu tempo. Naar Boadu. Nou, ook naar Wijnaldum voor de hat-trick. Ah, daar is hij, de hat-trick van Jorginho Wijnaldum. Lekker ook voor Stenks. Zo komt hij er toch in de statistieken. Zo is het toch voor Kelvin Stenks met nu twee doelpunten aangereikt. Een wedstrijd die niet alleen memorabel is vanwege het debuut, maar ook vanwege de effectiviteit. Twee doelpunten aangereikt, allebei aan Jorginho Wijnaldum. Een hat-trick voor deze reus. Boadu. Strootman, Boadu. Nou, daar gaat hij komen. Myron Boadu. Daar is hij. Is dat niet heerlijk voor hem? Myron Boadu. Paasje Strootman, hij heeft de assist. Hij kan altijd later blijven zeggen, van wie kreeg je die eerste goal, Myron? Die kreeg je van Kevin Strootman.
Strootman. Stengs. Van Aanholt. Schiet hem naar de maan. En dan zegt de scheidsrechter, die bal hoeft niet meer terug te komen. Het zit erop. De kwalificatiereeks van Oranje is gespeeld. Het Nederlands elftal wordt tweede in een groep met Duitsland. De wedstrijden die ervoor moeten zorgen dat je mee mag doen aan het Europees kampioenschap zijn geweest. Nu gaat het Europees kampioenschap beginnen.